Mijn naam is Murph Adam, 33 jaar en ik woon in Purmerend, maar ik represent Saantje. Ik ben naar Purmerend 3 jaar geleden verhuisd omdat de huurprijzen in Zaandam te hoog waren. Maar nog steeds, ondanks dat ik Zaandam uitgejaagd ben, betekent Zaandam heel veel voor me. Ik ben hier opgegroeid, ik heb mijn sociale netwerk hier. Ik heb heel veel goede vrienden die ik al mijn hele leven ken. En niet alleen mijn vrienden, maar ook mijn kunst- en cultuurontwikkelingen in Zaandam en in heel Zaanstad eigenlijk hebben heel veel voor me betekend. Ik heb in de band Skeer gezeten, ik heb in verschillende laven van Zaandam. Ben ik heel goed ontvangen in de hip-hop scene, in de kraken scene, in de rock scene. En dat betekent vooral Zaandam voor mij. De fase waarin ik nu ben in mijn ontwikkeling is dat ik de stap heb genomen om fulltime artiest te zijn, fulltime zzp'er in kunst en cultuur. Dus daar waar ik het op dit moment misschien zag als een serieuze hobby, zie ik het nu als een serieuze beroep waar ik elke dag werk van maak. Dat ik over 3 jaar een hele prachtige oeuvre heb. Ik probeer elk jaar 1 of 2 albums uit te brengen. Dus over 3 jaar hoop ik een stuk of wat zal zijn, 3 tot 6 albums verder te zijn. En dat het zich dan ook echt begint te vormen voor de start en voor de mensen die me volgen als een soort van geheel van hey, dit is waar Marno Adam voor staat. Of de hiphop groep waar ik in zit, dit is waar Middenweg voor staat. De rol die Zaandam daarin speelt, is dat ik aan de ene kant heel graag natuurlijk Zaandam uit wil met mijn muziek, omdat ik op een nationaal level mijn muziek erkend wil krijgen. Maar aan de andere kant ben ik ook met Middenweg en met Middenweg live scene aan het opbouwen hier in Zaandam. Dus de rol die Zaandam erin speelt, is dat ik heel graag wil teruggeven aan Zaandam wat ik ooit zelf heb gekregen. En dat is die kunst- en cultuurontwikkeling die nu helemaal niet is in Zaandam, maar waar ik en Lucas, waarmee ik de Middenweg voel, aan de verandering in aan het brengen ben. De Grote Weiger is zo ver, zo lang is het al een fight daar. En zo lang verwelkomen zij ook laagdrempelige kunst. Dus dat is echt de plek waar je nog toe kan als je net begint of wel serieus bezig bent, maar wel voor je stad iets leuks wil doen. En zij ontvangen je nog altijd met open armen en dat vind ik heel mooi aan de Grote Weiger. Mijn ambitie voor Zaandam zelf is dat we een kunst- en cultuurontwikkeling gaan meemaken en een nieuw leven gaan blazen in wat we doen. En dat het weer aantrekkelijk is om als kunst- en cultuurmaker in Zaandam actief te zijn. Omdat er een scene is, omdat er draagvlak is en omdat je weet dat het leeft onder de mensen. En daar draag ik aan bij in de vorm van Middenweg Live, die event die wij elke 3 maanden doen.